schip ahoy, piraatjes. Het is vandaag 5 december en vannacht komt Sinterklaas. Heeft iedereen zijn schoentje klaargezet? Ja. Berend weet niet goed wat kiezen, links of rechts. Ja, Berend, dat doet er niet toe, hè, jongen. Het belangrijkste is dat we voldoende eten hebben klaargezet voor het paard van Sinterklaas. Eet dat paard van Sinterklaas niet liever brokkenpap? Nee, brokkenpap. Dat paard eet alleen maar... Worteltjes en suikerklontjes. Jammer voor dat paard. Dus, vannacht zal Sinterklaas zijn stoomboot dus vlak naast onze scheve schuit leggen. Ja? Als zijn pieten maar goed kunnen sturen. Ja, natuurlijk, Stientje. Ja, Sinterklaas heeft de beste stuurmannen die er zijn. Dan komt dus Sinterklaas met al onze cadeautjes aan boord. En hij legt die naast onze schoentjes. Oh, cadeautjes! Wat heeft kapitein gevraagd? Oh, een nieuwe verrekijker. En jij, Stientje? Ik wil al heel lang een mooie halsketting. Ik hoop dat je die krijgt. En Berend een nieuwe deegrol. Pak! En jij, Steven, wat heb jij aan de Sint gevraagd? Dat begrijp ik niet zo goed. Doe dat nog eens. Een elastiek? Nee. Een palmboom. Een bal! Ah, een bom. Zie je wel, ik wist het. Wat? Een bom? Een bom? Maar dat is toch veel te gevaarlijk aan boord? Als die bom ontploft, dan vergaat de scheve schuit. Een Berend kan niet zwemmen. Ik heb een plan. Ik zal vannacht de wacht houden bij onze schoentjes. En wanneer Sinterklaas dan aankomt met onze cadeautjes, dan gooi ik die bom overboord. Dat is een goed plan. Zo gezegd, zo gedaan. Die avond zat Piet naast de schoenen en wachtte op Sinterklaas. Leg wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. En toen viel Piet in slaap en kwam er hoog bezoek. Kijk eens Piet, Piet Piraat zat op ons te wachten. Hij wilde zeker zien of we wel echt kwamen, hm? Ja, Piet Piraat is altijd al een nieuwsgierig man geweest, Sinterklaas. Kom Piet, we moeten nog langs vele schepen en huizen deze nacht. Hm? Ja, Sinterklaas. Bom, bom, bom. Bom weg. Die dag was het 6 december. Wie is daar? Sinterklaas, ik ben Piet. En? Heb je Sinterklaas gezien? Ik ben bang van niet. Oh. Ik ben in slaap gevallen, geloof ik. Maar de cadeautjes zijn er! Mijn nieuwe verrekijker. Dank u wel, Sinterklaas. Oh, wat een mooie halsketting. En een nieuwe deegrol. En Steven? Stop! Die openmaken! Dat is de bom! Steven, gooi die bom in zee. Ja. Steven wou zijn cadeau weggooien, maar... Hij zag een kaartje. Lieve Steven, de Sint geeft geen bommen, want die zijn gevaarlijk. Daarom heeft de Sint voor Steven een houten speelgoedboot. Nee, niet doen! Nu zal de bom ontploffen! Ja. Huh? Huh? Een speelgoedboot? Oh, wat een mooie boot! Kijk, een briefje van de Sint. Oh, gelukkig is de Sint een wijze man. En Steven, als je volgend jaar nog eens iets vraagt aan Sinterklaas, dan moet je wel 2 keer nadenken, hè, jongen? En zo was deze Sinterklaas weer goed afgelopen. En koos de scheve schuit weer het ruime sop op weg naar een volgend avontuur. Schip ahoy, piraatjes.